Hey, leuk dat je kijkt naar deze video over het opzetten van een springkussen. Ik geef deze tutorial helemaal gratis en zou het super leuk vinden als je even abonneert op ons kanaal. Je krijgt dan geen irritante meldingen, maar helpt ons wel aan wat meer bekendheid. Als je wel irritante meldingen wil krijgen, klik dan even op het belletje. We verhuren al jaren de leukste springkussens en leggen je graag uit hoe je een springkussen kunt opblazen binnen 2 minuten. Wat heb je nodig voor het opblazen van een springkussen? Als eerste het springkussen zelf. Een blower van 1100 watt, een verlengkabel met randaden is altijd handig, rol deze wel altijd helemaal uit en knoop geen meerdere haspels achter elkaar. Grondankers of haringen en een hamer om het springkussen te verankeren en een grondzeil. Voordat je het springkussen kunt opblazen, plaats je een grondzeil op de ondergrond. Rondop het springkussen moet 1,8 meter vrij zijn. De afmetingen van elk springkussen staan op de website. Het springkussen mag alleen geplaatst worden op een vlakke en harde ondergrond met een maximale helling van 5%. Maak de spanband los en rol het springkussen uit. Wij rollen de springkussens altijd naar achteren toe op. Dus als je achteraan begint met uitrollen, zit de ingang uiteindelijk aan de voorkant. Bij windkracht 5 bv of hoger mag het springkussen niet gebruikt worden. Houd er ook rekening mee dat de plek waar het springkussen moet komen goed bereikbaar is met bijvoorbeeld een palletwagen. Klap het springkussen helemaal uit. De meeste springkussens zijn gekeurd voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud. Het gebruik van eten, drinken, schoenen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen is niet toegestaan. Wil je ook handige tips voor het oprollen van een springkussen? Dan kijk ook zeker even onze video over het opruimen van een springkussen. Sluit vervolgens de luchtslang aan op de blower en trek de spanband goed aan. Het PVC en de blower zijn regenbestendig. Gebruik altijd een geaasd stopcontact en steek de stekker in. We raden het gebruik van één vrije stroomgroep aan. Veranker vervolgens de springkussen op alle ankerpunten met haringen. Dit is superbelangrijk. Doe je dit niet, dan kan je springkussen inclusief kinderen wegwaaien met ernstig letsel tot gevolg. Sla de grondankers geheel in tot maximaal 25 mm boven de grond. Je kunt ook spanbanden of touwen gebruiken om het springkussen extra vast te maken aan bomen, hekken of zware elementen in de omgeving. Het springkussen wordt nu binnen een minuut opgeblazen. Vult het kussen zich niet goed? Check dan of alle ritsen en luchtuitlaten gesloten zijn. Aangezien een overdekt springkussen ook aan de voorkant open is, zal het bij een hevige regenbui ook nat worden. Bij elk springkussen is toezicht van een volwassen persoon verplicht. Het springkussen mag alleen gebruikt worden indien dit goed is verankerd. Klimmen op wanden is niet toegestaan. Alle kinderen dienen van het springkussen verwijderd te zijn voordat het leeggelaten wordt. Bij een zware storm dient u het springkussen leeg te laten. Controleer het springkussen voor gebruik en off you go. Wil je een mooi springkussen huren? Een springkussen bestellen kan super eenvoudig op onze website. Kies het springkussen van je voorkeur, klik op de groene knop om de beschikbaarheid te controleren en vul de datum in. Je ziet direct of het springkussen nog beschikbaar is en kunt dit direct online reserveren. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor vragen mag je altijd een WhatsAppje sturen. Vond je dit nou een leuke en goede video? Dan geef ons zeker even een like, duimpje omhoog en abonneer je gratis op ons kanaal.